Yo dames en heren, als jullie kijken naar deze gloednieuwe video, we gaan vandaag laten zien hoe een e-bike in elkaar zit. Als je deze video nou leuk lijkt, like en abonneer dan even voor meer van dit soort video's. We gaan beginnen met waar alles komt, dus bij de accu komt alle stroom vandaan. En het gaat dan door de bagagedrager, gaat het hier zo naar een stekkertje. En het stekkertje gaat naar de snelheidssensor, die zit hier achter. En die snelheidssensor die zorgt ervoor dat de fiets niet harder kan. Dus hier al, als al die tandjes voorbij komen, dan gaat die snelheidssensor ondersteunen naar de motor. Als we dan verder gaan, dan gaat die hier ook door het frame heen, komt er hier weer uit. Dan gaat er eentje naar de motor. En daar komt weer een klein snoertje uit, omdat er ook eentje gaat naar het displaytje hier. Nou, bij het displaytje heb je gewoon de aanknop. En dan heb je de modeknop, dat is hoe hard die kan, hoeveel die ondersteunt, en je hebt het licht. En dan gaan we nu naar het leukste gedeelte. Dat is bij het voorwiel. Hier zit de echte motor. Dat is gewoon een elektromagneet. En die trekt dan gewoon kleine ijzertjes die in het wiel zitten, trekt die aan. En doordat het aangetrokken wordt, gaat de fiets vooruit. Dus op het moment dat je stopt met trappen, dan stopt de fiets ook met ondersteunen. Behalve als je een strak gespannen ketting hebt, dat ik die niet heb. Nou, like en abonneer zodat we zo snel mogelijk de 740 abonnees kunnen halen. En vond je deze video nou leuk en interessant, doe dan even een duimpje omhoog.